Die dialogen in het Frans geschreven. Ik ben er langs gekomen met de hoofdacteur. En dan heb ik gezien dat ze toch iets te moeilijk was om die tekst te onthouden en zo. En uiteindelijk heb ik toch iemand anders gekozen. De blokken van de Helihavenlaan, ook niet de meest plezante plaats in Brussel. Hè? Nee, maar het is wel typisch Brussel bijna, zou ik zeggen. Ik heb drie jaar in Schaarbeek gewoond voordat ik hier kwam komen wonen. En ik heb in 2000 een film gemaakt voor VPRO en TV2 of toen al Canvas. En dat gaat over iemand die mensen observeert met een klein kamertje. En wij zijn vier s'nachts echt komen staan met twee mensen die vanuit kijken. En we hebben met een hele lange lens dus mensen geobserveerd in hun privacy. En dus dat zit echt in de film, dat is het begin van dat film. Het was een fictiefilm, maar het hield er wel om die... Dat is ook het belang van Brussel in mijn films. Ik vind altijd toch om zoveel mogelijk er iets van echtheid in te steken. Dus dat niet helemaal fictie is. En ik woon in deze stad, die inspireert mij constant. Brabantstraat links, Noordstation rechts, waar zijn we?